Een van de basissauzen in de moderne Israëlische keuken is amba. En amba is van origine een Iraakse saus, meegenomen door Iraakse immigranten. En wordt gemaakt van onrijpe mango. En dan zal je altijd zien, je gaat naar de groenteman of naar de supermarkt en dan is de mango keihard. En heb je een keer onrijpe mango nodig en dan zijn ze allemaal helemaal rijp. Dit was de onrijpste die ik kon vinden. Ik ga me schillen. Amba is een beetje een funky sausje als je hem goed maakt. Echt een acquired taste heeft het. Maar als je er eenmaal van houdt, dan is het overal lekker op. In alle falafeltentjes in Israël heb je amba staan. Het is een van de hoofdsauzen in sabich. De beroemde pita met gefrituurde aubergine. En het mooie is dat het zich heel erg goed laat invriezen. Dus je maakt één keer een grote hoeveelheid. En daarna doe je het in kleine bakjes in de vriezer en heb je voor het komende half jaar amba. Vooral ook omdat het weer heel snel ontdooit en niet achteruit gaat in smaak. Dit snij ik in kleine blokjes. De pit van een mango is altijd een beetje onzichtbaar. Het is niet helemaal duidelijk waar de pit eindigt en waar het vruchtvlees begint. Maar je voelt het met je mes. En ik vrees dat deze, kijk, tot daar dus. Draai ik hem weer een kwartslag. Ik vrees dat deze amba wel ietsje zoeter gaat worden dan normaal, omdat hij dus wat rijper is. Maar ik vind het wel lekker eigenlijk. En fabrieksamba, zoals je dat in Israël in de supermarkt kan kopen, die is sowieso veel zoeter dan echte authentieke amba uit Ramat Gan, voorstad van Tel Aviv, waar de meeste Irakezen wonen. Ik maak mijn amba dus met onrijpe mango, maar ik gebruik ook gedroogde mango. Die kan je tegenwoordig gewoon in een grote supermarkt kopen. Het ziet er zo uit. Of in de natuurwinkel. Nu zijn die stukjes soms zo keihard dat het niet lukt om ze te snijden. Dan kan je het beste een schaar gebruiken. Maar zoals je ziet lukt het mij wel. Ik heb een heel scherp mes en veel wilskracht. En bij die gedroogde mango is het echt wel belangrijk om hem flink klein te snijden. Want anders krijgt de keukenmachine er straks geen vat op. En pas op je vingers. Want als het misgaat met de kracht die ik nu zet, dan kan je je vinger gewoon oprapen. Ah! Gotcha. Nou, dit vind ik klein genoeg. Gaat erbij. We hebben nu een pan met mango en mango. Maar amba is meer dan dat. Citroentje. Citroentje. Een half. En wat azijn. Dit is witte wijnazijn. En een kleine tip van mij. Koop echte wijnazijn. Die echt is gemaakt van druivensap. En niet die chemische troep die je in de supermarkt vindt. Dit is van Parellada gemaakt. Een druif die ik niet ken. Dan begin ik te twijfelen. Is Parellada een druif? 60 milliliter. Dat is dit. Mag erbij. Dan de specerijen. Klassiek is fenegriek. Fenegriek kan je als poeder kopen, maar ook nog als dit soort korreltjes. Heel veel gebruikt in de Jemenitische keuken, maar ook in de Iraakse keuken. Daar heet het gilbeh. 1 eetlepel. Kan je gewoon kopen in een specerijenwinkel. En bij elke Turk of elke Marokkaan ligt het in de schap. Kost geen drol. En dan hebben we tenslotte nog wat mosterdzaad nodig. Ik gebruik geel mosterdzaad. Want uiteindelijk wordt de amba heel mooi diep geel. En je kan natuurlijk ook gewoon zwarte mosterdzaadjes gebruiken. Maar dit helpt om die amba mooi geel te krijgen. 2 theelepels. Hierbij gaat 400 milligram water. Ik heb het net afgewogen, maar 400 milligram is natuurlijk 400 milliliter. En dit gaat op het vuur. Deksel erop.
En zodra het goed heet is, zet ik het vuur laag. Nou, deze kookt, dus die kan laag. Dan gaan we in het tweede pannetje gaan we een specerijenbrei maken. Daar hebben we 2 grote tenen knoflook voor nodig. Die hak ik even grof. Zo. Dan gaat erin komijn en koriander, hele zaden. Die staan hier vooraan omdat ik ze heel veel gebruik. Van allebei een theelepel of 2. Een stuk komijn. En de koriander. En dan gaat er ook doorheen geelwortel, kurkuma. Heb ik ook heel. Leuk als je zelf, en dat doe ik, je specerijen mix maakt. Maar hiervoor is het prima om gewoon gemalen te gebruiken. 1 eetlepel, nou, dat is ongeveer wat er nog in zat. Dit gaat op het vuur met wat zonnebloemolie. Ik had natuurlijk eigenlijk eerst de zonnebloemolie erin moeten doen. En daarna de specerijen, maar het komt helemaal goed. Dit mag even een minuutje met elkaar babbelen, zodat de smaken mooi loskomen. En niet meer dan dat. En dan zie je dat je vanzelf een soort mooie saus krijgt. Nou, dan mag alles in de keukenmachine. En die mag het zware werk gaan doen om hier een gladde saus van te maken. De mangobrei. En dan mag ook nog, wou makkelijk doen als het moeilijk kan, 2 theelepels zout in. En dit mag zeker 10 minuten lopen. Maar als ik dit zo zie nu, dan wil je toch even door een puntzeef halen. Nou, en het mooie is, als je maar lang genoeg laat draaien, kijk, hij is helemaal glad geworden. Dat is wat je wil, maar ik zie ook dat hij veel te dik is. Amba is niet zo een dikke saus. Even proeven. Hij is ook ontzettend sterk van smaak. Hier mag zeker nog 50 tot 100% water bij. Maar dat ga ik nu niet doen, want ik ga ze invriezen in deze kleine bakjes. En als ik ze dan straks uit de vriezer haal en ontdooi, dan kan er altijd alsnog water bij. Zo, dit is meer dan genoeg. En zo heb ik straks nou een stuk of 20 bakjes en genoeg amba voor de rest van het jaar. Oké, 20 bakjes was enigszins overdreven. Maar dit zijn er 2, 4, 6, 8, 9. En zelfs met mijn amba gebruik hoef ik voor de zomer geen amba meer te maken. En als je dit later kijkt, de winter moet nog beginnen. Zo, en dit kan de vriezer in. Als je het dan ontdooit, en het gaat best wel snel, dan kan het gewoon in zo'n plastic spuitflesje. En daar doe je de helft water bij. En dan heb je een waanzinnig lekkere saus. En die blijft ook nog eens een keer, nou zeker 3 weken goed, als het niet langer is, in de ijskast. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1400 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.